doorlopen? Ja, je moet... Nee. Oh, dat heeft mama. Kinderwagen moeten we hierin. Anders kan... We moeten met de kinderwagen hier. Dus, daar. Gaan we met z'n allen hier. Kom. Nee, wat, hier, hier komen we z'n allen in. Dan hebben we familie. Ik wil ook met de brug. Kunt u een stoel los? Ja, dankjewel. Kijk eens aan. Hé, paarden. Hier kun je zitten hoor. Hij zegt het nog zelf. Hou het wat, toch niet doen, hè? Jasper! Yeah. Waar gaan we naartoe? Hallo, oh my god! Hallo, Meryl! Ja! Achter! Wat zijn we hier? Oké. Jasper! Ik ben zelf de chef, ik zie alles. Ik vind liever bij het jaar. Snap je? Dames en heren, jongens, meisjes, een hele goede middag. Welkom in het Openluchtmuseum. De motorwagen hier vooraan is in omstreeks 1930 gebouwd en daarna zo'n 85 jaar oud. De aanhanger is ook al dik met pensioen, die is van 49. We vragen nu daarom vrienden toch zeer dringend niet te eten of drinken als trams. En met je bums op de stoel te zitten en niet met je schoenen of je voet of je knieën. We willen ons die branche graag schoon en netjes in houden voor de komende 85 jaar. Hier rechts ziet u een grijs gebouw, sommige mensen vinden het mooi. Administratiewerkplaats waar vliegen kantine en weer eens hebben daar een plekje gevonden. En de grote baas zit in de uitstulping boven de trap. Zo dadelijk aan de linkerzijde losjes uit Beuningen en Twente. Los wil zeggen open. Als je naar binnen kijkt zullen we geen binnenmuren zien. De boerderij staat hier al vanaf 1918, het jaar dat het museum zou gaan voor het publiek. Het museum zelf is in 1912 al opgericht en bestaat dit jaar 104 jaar. Oorspronkelijk om het cultureel erfgoed van het platteland te bewaren. En met ons al dit jaar gekregen hebben we een stukje stad gekregen. Hoe ironisch is dat? Links heeft de diepte onze spring en door mensen gemaakte bron. Hij heeft het kruidje lekker, maar doet het niet zo goed, hij druppelt. We zijn op weg naar Alten B, die ligt de hoogste gelegen Alten. Met een getelboom van Manantie. Ja, ik zie het schat. Met een prachtig klein huisje. Met een Indische achterf, de Sterrenmolen uit Delft. En natuurlijk ook de papiermolen. En het Groene Kruisgebouw. Alten B, dingenliefde, Alten B. Gaan we hier een rond? Nee, blijf even lekker een rondje rijden. Ja, oh, dus we gaan gewoon een rondje. Wauw, dat is niet mooi, hè? Ja, dat is echt hartstikke leuk. Ik ga maar nog even. Mijn zoon zit daar regelmatig in Hong Kong. Voor zijn werk. De Brabantse geeft goed mooi naar de herberg de Haagkamp, de bierbrouwerij en het prachtige huisje. Laatste woning uit de Raamstand 4. Altijd C, hier is gewoon altijd C. Ja, heel altijd. Dat was grappig. Die daarachter. Ja, die Ogen. Ja, die Ogen. Nog ergens liggen? Wat? Zou je glas van je bril hier nog ergens liggen? Oh god. Weet je nog dat je een glas bent verloren hier? Overkast? Dat kan ik niet echt niet meer herinneren. Nee, dat kan je heel lang. Nou, ik heb een hele bus. Dingen die niet leuk zijn, moet je niet veel benoemen om die te onthouden. Moet je die bussen zien? Dat meen ik, dat heb ik toch mee. Dat heb ik ook mee. Ja, dat is in de richting, zijn dus een week ons Zeeuwse kerkje, protestants kerkje uit een katholiek Zeeuws dorp, trouwlocatie van de gemeente Arnhem. Worden zo'n 80 kipjaar gebruik van gemaakt als zodanig. Jasper! Zodanig links het schooltje mee. Kijk, kaarsbrand, de schrift er iets van vandaag. En tegenover het schooltje ziet u ook onze boerderij. Het is een oudste hout die we museum hebben. Volgende hout is Houten B. Vrijjaar, stad, zuid. Vrijjaar,
beneden gaat worden met de vlaggen, de tuin en de kruidentuin. Je vindt hier ook een bouwtuin, zo dan bouwbaar zie je hier. En dat lijkt wel Efteling. Nee, de Efteling. Nee, de Efteling is niet. Daar gaan we weer. Ik zou even als voor jou achteruit, hè? Daar kijken of ik. Ja, als ik daar buiten krijg. Als we de zaak krijgen, ik paden krijg. Soms zijn ik meer wakker op botten lijken. Sommige foto's. Heel leuk locomotiefje noemen ze een sik. Dat is de sik hier, deze. Hey, kijk, dat is. Ja, dat heeft opa ook nu gereden, die sik. Dat zijn de Isma's. Die Sjans, dat binnen zo heel leuk zeggen. Dames en heren, jongens, meisjes, volgende dag zoals de F zijn de stilbedrijf. De Brijhoogbare 5 liter, Alex Brakke vindt u daar. Vanmiddag rijden wij met 2 trams hier naar 8 minuten, tram of 4,5. Blijven doen tot 0:05, maar kwart voor 5 vertrekt er geen terug en dan valt de aard grote rijden. We staan zo sterk. Kasteelboerderij. Allemaal mooie Jasper. Hé, moeten we hier misschien uit, zodat we een groepsfoto kunnen maken in ieder geval van de kinderen? Ja, ik vind dat prima. Zullen we een idee, toch? Leuk met de molens. Ja, een idee, hoor. Kom maar. We gaan zo achteruit hier aan zetten. Ik kom hier te staan. Hier moeten we zijn, Heineken. Alleen al de ervaring. Hier ruikt het echt lekker. Ja, wat geweldig, hè? De Albert Heijn. Goeie daarheen. Even kijken. Bij de zin. Heel drop. Ja, ik heb het hele Thailand. Wow, dat is een mooie reetauto. Ja? Jasper! Nou, maar een mapje. Nee. Een deegmapje. Ja? Een deegmapje. Oh.
Lucas dat je ons op zijn fiets hebt gezeten. Rijden we! Ja, dat weet ik nog. Kijk of ik nog weet hoe ik van. Nee, daar ga je! Hey, Lucas, huppakee! Ja, het loopt op hier, moet je even zetje geven. Goed zo, Jasper, goed zo, ga door, ga door, ga door. Spring. Het loopt op, hè, dat is zwaar voor hem hoor, het loopt op. Goed zo, goed zo. Goed zo. Goede taak! Hallo! Goede taak! Ja, ga door, ga door. Ga door, Mike. En aan de kant! Oh! Kijk, ik kan vooruit en achteruit. Je bent hier. Geweldig. Ja. Dat is niet één. Dat zijn er twee. Eén hand. Ik hou het extra houden. Eén hand. Oh, nou, zeg al vast. Hou goed vast. Moet er één hand. Oh, moet er één hand. Ja. Jasper, je mag ook pakken. Pak hem mee, Jasper. Je mag gooien halen. Heel erg. Ga jij maar vast, Lotte. Kijk maar even wat Lotte doet, Jasper. Ga maar meelopen, dan houdt Lotte het vast. Ja. Doe maar. Wat je de beestjes voeren? Hier. Dat is één hand. Alles wat je verliest, moet je zo opruimen. Oh. Stak je nog twee. Lammetjes hoeven niet, hè? Goed vasthouden, Jasper. Anders moet je het opruimen. Dat is heel lekker water, Emma. Dat is heel lekker water. Hè? Ja.